Hallo! Jullie gaan allemaal kijken naar een video waar ik super enthousiast over ben. Namelijk een vlog van mijn vakantie van mijn moeder en mij in Londen. Ik heb zoveel mogelijk gefilmd. De eerste dag is wel een beetje kort, want we waren er ook vrij laat. Maar andere dagen neem ik jullie mee. En natuurlijk gaan we ook heel veel Harry Potter gerelateerde dingen doen. Laat ik jullie er ook winkeltjes van zien. En ja, ik ben heel excited. Het is echt een superleuke vakantie geweest. Mocht je nou voorbij mijn kanaal komen denken, wie is dit? Hallo, ik ben Esmeralda. Ik maak wekelijks video's over cosplay, Harry Potter, shoplogs, vlogs, nerdykiki dingen, van alles en nog wat. Als je op de hoogte wilt blijven, vergeet dan niet om te abonneren. En zonder verder te veel gedoe, neem ik jullie dan mee naar onze vakantie in Londen. Het is geen foto aan het kiezen. Ik ging al goed zitten. Leuk, hè? Lekker op weg naar Londen. Gezellig, hè? Gezellig. Net een half uur liggen slapen. Ik dacht heel lekker. Oké. Ik ben op de wc, maar niet verzint om naast de wc zo'n grote spiegel te maken. Maar ik zie mezelf. Waarom hoor ik allemaal piepjes? Wat gebeurt er? Oké, maar dat. Wie verzint dit? A few moments later. We zijn klaar voor dag 2. Vandaag gaan we lekker winkelen en naar Camden en waarschijnlijk naar de Harry Potter naar een nieuwe court shop. Oh no, je ziet mijn mascara primer nog. Morgen, Moek. Morgen. Kijk je naar Moekie. Kijk of het er goed uitziet. Het ziet toch altijd goed uit, Moekie? Ja, dat is zo. Wacht even. Dat doet het goed op. Mijn moedertje die doet dus haar tas zeg maar onder haar jas, omdat ze bang is. En dan heb je mij. Ik heb zo een tas. En een best wel dure mobiel in mijn hand door Londen. Top plan. Ja, die is goed verzekerd. Dat is waar. Oké. Joe. Hallo, hier is VoiceOver Esmeralda. We gingen dus inderdaad naar de platform naar de Quarter Shop. Ik heb een deel van de winkel voor jullie gefilmd. Niet alles, want het werd al vrij snel druk en ik wilde me dan weer niet tussendoor wurmen. Deze tas vond ik dus zo leuk, maar hij was echt veel te duur voor mij. £65 of zo. Dus mwah. Deze vond ik ook heel cute. Ik heb dus zo vaak geprobeerd om dit ding te filmen en iedere keer liever de kinderen doorheen, maar het shot werkt. In principe alle spulletjes die je hier ziet, die hebben ze dus voor alle afdelingen. Alleen het ding is, ze hebben het bijna alleen maar voor Ravenclaw en voor Hufflepuff in voorraad, Gryffindor en Slytherin bijna alles op. En dat sjaaltje nam ik mee, dat vond ik heel cute. Even een kort overview van alle buttons die ze hebben. Die gaan vaak van rond de £6 ongeveer. De sleutelhangers ook hier. En dan was dat het grootste gedeelte van de 90 Quarter Shop. Ik ging lekker bepakt en bezakt weg. Op weg naar Camden, waar je allemaal cute marktkraampjes hebt om daar rond te lopen. Ja, en met die boom ervoor. Wat vind je er tot nu toe van, Moekie? Top. Mooi. A few moments later. Sorry, niet zo heel veel in Camden gefilmd. We waren hard aan het winkelen. Hier waren we in de stad en mijn voeten deden pijn. En dit is een verhaal aan zich. Ik ging naar de wc bij de McDonald's. Als je dat ding doortrekt, dan maakt dat ding zo'n kabaal dat ik ervan schrok. Ik denk dat is leuk om jullie te laten horen. Maar toen ging iemand naast me plassen. En dan is het niet zo netjes om geluidopnames te maken. Maar ik durfde dus ook niet te stoppen met filmen omdat je dan een bliepje zou horen. Daar sta je dan. Neem jullie nu mee naar een paar Harry Potter winkeltjes. Als eerste Mina Lima, echt een aanrader. Mina Lima, dat zijn de makers achter bijna al het originele papierwerk in de Harry Potter films, wat je hier ook ziet. Het is bijna een soort van mini-museum, maar je kan er ook wat artwork kopen. Ik weet niet eens of dit mag, maar hè? Ja.
ben nu in House of Spells, maar jongens, zeg maar, dit gaat hier voor 41 pond, terwijl ik weet dat die echt een stuk goedkoper is, dus laat je niet naaien. Maar wel hele mooie dingen. House of Spells, leuk winkels om even te bezoeken. Ze hebben best wel wat Harry Potter spulletjes en hij ligt toch, ja, praktisch in het centrum. Toen gingen we naar de Noppen Collectie winkel en hier was ik vergeten de buitenkant van de winkel te filmen. Sorry. Kijk deze verzameling aan stokken en hoe pleasing dit gedisplayed is. Oh, de kassa of niet? Wat zou je achter mogen? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Jongens, het is weer zover. We gaan weer voor verrassingsdoosjes. En ik heb net weer mijn rekenformule gedaan. Ik wil dus heel graag die hebben. Dat doosje is het zwaarst. Die is heel licht. Deze is ertussenin. Dus waarschijnlijk is die zware Hedwig en deze dit. Misschien heb ik de skill gemasterd. We gaan het zo zien. Hier is Voice Over Esmeralda weer. We waren in het winkelen zat en gingen toen even naar wat bezienswaardigheden. Zoals Buckingham Palace. Die heeft last van zijn voeten daar. Die denk ik ga even uitrusten. Ja, de ene is de hele tijd heen en weer aan het lopen, die rechts. Ja. Heet echt die rechts? Of hij heeft straf dat hij zes keer heen en weer extra moet lopen. Kan ook. Wel mooi gebouw dit. Wat een boze man. Daarna gingen we naar St. James Park, wat echt als leukste bezienswaardigheid eekhoortjes heeft. Of iets in zijn bekje. Kijk, hij is aan het graven. Hallo, je bent heel nieuwsgierig. Ja, maar ik heb geen eten voor je. Hallo. En dan bijt hij in mijn hand. Hij is heel bang volgens mij. Leuk hè, Mookie? Ja, dit is heel leuk. Die is zo lief, dit. Hé, hallo. Hé, oh, maar jij is zo nieuwsgierig. Toen gingen we nog in de avond even een cocktailtje drinken. Daarna een pizza eten. En toen was het alweer tijd om terug te gaan naar de hotelkamer. Kijk hoe leuk die is. Hier nog. Dingetje waar je hem zo inzet. Ja, die is heel erg leuk. Waar moet ik naar kijken? Ja, kijk het filmpje. Daar is de camera. Oh, hier ben jij ook. Zijn we gezellig op weg aan het doen? Ja, gezellig. Niet andere mensen filmen. Naar Harry Potter Studio toe. Ja, heel veel zin in. Ja, het gaat heel goed dat het zo goed is. Ja. Enough from me. We'll be arriving soon, so get ready to experience some filmmaking magic, and I'll see you again soon. Ja, toen waren we dus aangekomen bij de Harry Potter Studio Tour. Ik laat jullie tussendoor gewoon wat sfeerbeelden zien en heel af en toe heb ik ook echt daadwerkelijk mezelf gevlogd. Ik blijf deze plek echt zo magisch prachtig vinden. Ja, echt super cool, maar zo moeilijk om te filmen. Want iedere keer als er iets gebeurde, dan gebeurde er al ergens anders iets. En je kon het gewoon niet op tijd filmen. Sorry. Maar deze beelden kon je wel normaal filmen, dus geniet daar maar van. Excuus. Ik ben er dus heel lang niet geweest, terwijl het, zeg maar, als eerste. En dat is wel heel veel chillen, want normaal als je hier dan voor staat, dan sta je dus echt letterlijk in de rij om een foto of een filmpje te maken. Waarom kijk jij niet in de spiegel? Omdat ik even moest kijken of ik goed filmde. Kijk nu in de spiegel. Een van mijn favoriete sets, het toverdranklokaal. Wist je trouwens dat al die labels daarachter allemaal handgeschreven zijn? Gekke werk. Kijk het gaan. En dan gaat die panda.
Dat vind ik ook bizar. Heb ik weer, jongens. Sta ik net bij de Burrow en ik leun tegen een hekje aan. Was het hele weer. Was het hekje blijkbaar open, dus ik viel er doorheen. Top. Ja, ik ga nu gewoon filmen. Ik weet niet. Irma zegt altijd dat je hierop lijkt. Dus ik denk, die moet er even voor staan. Ik ben nu aan het filmen. Wacht, ik ga een foto maken. Wacht. Oh, mijn moeder heeft in één keer door dat Umbridge dat hele oude mens is. Ze is nu een beetje beledigd. Ja. Sorry, Mok. Als iemand met de meest erg denkbare arachnofobie ooit, is deze plek echt hel. Je kan het trouwens als je wilt overslaan. Het ziet er heel cool uit, maar die spinnen, gadver de gadver. Het ziet er zo echt uit, hoe dan? Dit stuk is nieuw sinds ik er voor het laatst was en je ziet hier heel veel reclame van. En ik ga eerlijk zijn, ik dacht dat het wat groter zou zijn. Maar alsnog echt een super coole nieuwe aanwinst voor de studiotour. Heel cool. Bij deze Buckbeak is dus een heel filmpje van hoe die gemaakt is. Nooit eerder gekeken, maar echt impressive, want het is gewoon een soort van volledig functionerende robot. Die vorige kamer die is wel goudgrijp, is echt mijn favoriete deel van de studiotour. Daar moet je eigenlijk echt vroeg voor zijn, zodat je er als eerste binnenloopt. Maakt het extra magisch. Oh, en dan heb je ook nog de destroyed version op goudgrijp. Dit is toch super vet. Even een leuk feitje in dit winkeltje. Daar zie je echt, oh, kom op, focus, laat het zien. Ja, de meest duistere dingen. En ook deze plek blijft altijd zo magisch om in te lopen. Vooral als er geen andere mensen zijn, echt. Ah. Handy if you need to make a quick getaway. En dan breng je alweer bij het eind van de studiotour waar je nog de Hogwarts Castle hebt. En daarna nog een winkeltje. Die heb ik helaas niet gefilmd, want het was veel te druk en ik was bezig met geld uitgeven. En mijn moeder en ik zijn nog naar de High Tea gegaan. Daar ga je zo beelden van zien. Ja, hier word ik heel blij van. Luister, dat was zo'n grote high tea lunch. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het opkrijgt, maar het was wel heel lekker. Bepakt en bezakt met heel veel spulletjes gingen we terug naar het hotel. En toen was het alweer de laatste avond. We zijn nog gezellig uit eten geweest. En ja, toen zat het er eigenlijk op. Nou jongens, het is tijd om te gaan. We wachten op het station en het is echt niet normaal druk. En dat was een heel abrupt einde van de laatste dag. Maar het was echt zo druk en hectisch op dat station dat ik verder geen zin en tijd had om te filmen. Ik vond het echt bizar. Het was op dat station nog drukker volgens mij dan Schiphol. I don't know. Dan hoop ik dat jullie het een beetje een leuke video vonden. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te vloggen. Dan ga ik voor nu de video beëindigen en dan zie ik jullie volgende week weer. En dan ben ik er trouwens met een shoplog van alle Harry Potter spulletjes die ik in Londen gekocht heb. En er is me nu niks anders dan te zeggen doei, tot volgende week.